Vandaag speel ik samen met een professionele voetballer waar we eerder mee hebben gespeeld, namelijk Jason van Duiven. Je moet deze video echt zien, want dan kan je zien hoe goed hij is geworden in de Rocket League. En als je kans wil maken op een gesigneerd t-shirtje van Jason van Duiven, kijk dan de video af en laten we gewoon gelijk beginnen. Let's go. Oké, mensen, dan zijn we weer samen met Jason van Duiven. Het is even een tijdje geleden. Hey, welkom bro. Wij gaan weer lekker Rocket League spelen. Er is veel gebeurd in die tijd, maar één ding is zeker. Jason en ik hebben veel Rocket League gespeeld buiten de opnames om, dus wij gaan mensen hier slopen. Dus mensen, doe alvast even duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal, want dat is één van de stappen om een gesigneerd shirtje te winnen van Jason. Nou, hey bro, je ziet het al. 1-0. Dat is een goed begin. Elke goal die ik maak, mag ik een vraag stellen aan Jason die jullie hebben ingestuurd. Dus laten we even gaan kijken, bro. Oké. Bij welke amateurclub voetbal je? Daar ben ik ook al benieuwd naar trouwens. Bij AFC La Primera heb ik altijd gespeeld. La Primera, oké. Okay. Ja. Oké. Ik ken hem persoonlijk niet, maar dat zal vlakbij Twente zijn dan. Ja, zeker. Oh, wacht, middel? Bij Heracles. Ja, Heracles. Oh ja, dat is ook een club waar je hebt gespeeld, of niet? Ja, Twente en Heracles zijn, die doen samen in jeugd. Oké, okay. Dat is ook zo. Want je hebt officieel bij Twente gespeeld, toch? Ja. Ja, goeie. Ja, man bro, er is echt veel gebeurd. Nou, ik heb 100.000... Komt-ie? Oh, close. Ik heb 100.000 abonnees gehad, jij hebt een gekke transfer gemaakt. Ja, man, dat is abnormaal, bro. Ik kom niet aan mijn woorden. Gefeliciteerd nog, trouwens. Dankjewel, bro. Even kijken. Oh, jammer, heb ik. Ik ga deze man flikken. Over hem heen. Ja hoor. Poeh. Heerlijk. Hey, we spelen gewoon tegen Grand Champs trouwens, mensen. Voordat je denkt, Twist, wat ben je aan het doen? Maar Jason is nu bijna champ 2, dus echt wel flink verbeterd ook. Oh, wacht, ik moet een vraag stellen. Oh ja, hoeveel Rocket League speel jij? Ja, ik weet het natuurlijk. Jij speelt best wel veel Rocket League op zich. Ja, ik speel wel best wel Rocket League. Gewoon als jij vrije tijd hebt, dan ga je best wel vaak gewoon PlayStation op zich. Ja, man. Ja, lekker. Ik denk ook, helpt dat ook met relaxen voor een wedstrijd gewoon? Gewoon even chillen, zeg maar. Jawel, ik vind van wel. Ja? Ja. Ja, snap ik. Wandel je ook veel dan? Of, jawel. Ja, dat is ook belangrijk. Of met de hond en zo. Oh, goeie. Heb jij een hond? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Even kijken. Middel? Oh, airdribble Jason van Duiven. Ik zie het al. Oh, jammer. Hij gaat ervoor. Bro, laatst had je trouwens een vrije trap gescoord. Ik zal hem even wel in beeld doen. Misschien is hij zelfs al in de intro geweest, maar dat was er eentje, zeg maar. Oei, ja, die vrije trap was goed. Is dat jouw specialiteit, zeg maar? Of is dat gewoon iets wat je heel goed kan ook? Ja, daar oefen ik wel op. Ja, lekker, man. Oh, close. Heb ik? Oei. Kon ik maar net zo goed voetballen als Rocket League spelen, oprecht. Dan had ik een heel goed leven. Messi. Ah, misschien wel, bro. Dat is zen. Zou ik eerder divisie spelen zijn dan, denk je? Makkelijk. Oké. Dankjewel, bro. Ja, mensen in de comments, laat me even weten, wat is jullie favoriete voetbalclub? Ik ben wel benieuwd. Ja, dit is wel het leuke. Jason heeft vanavond zijn debuut, dus het is best wel spannend voor Jason. Is zoiets spannend eigenlijk? Jawel, nog wel gezonde spanning, zeker. Ja, gezonde spanning, kijk. Dus wel gewoon met veel zelfvertrouwen. Ja, dat sowieso. Ja, dat is ook belangrijk. En ze waren blij met jouw komst, zag ik in ieder geval. Veel positieve reacties, dat is ook altijd mooi. Ja, ze waren echt heel blij. Ja, man. Er komt even een hele goede spits ineens bij een club. Ik heb al. Let's go. Ja, want jij bent gewoon bij Manchester City geweest, dat zag ik ook in. Ja. Hoe was dat dan? Dat je naar dat stadion moest om je transfer af te ronden ook? Ja, het was wel echt top bij de medische keuring en zo. En ik zag nog een paar spelers, dus dat was wel echt top. Vet, man. Ja, dat is echt vet. Ja, bro. Hè. Gewoon naar Manchester City stadion om gewoon je transfer. Dat is echt abnormaal eigenlijk. Ja, geloof ik het ook nog niet. Nee, dat snap ik wel. Nee. Ja, ik vond het echt vet om te zien. Want ik heb er natuurlijk wel het een en ander gezien gewoon, bro. Dat ziet er zo vet allemaal uit gewoon. Ja, dat is echt top. Oh, my bad. Maar we staan 3-1 voor, 3-0 stonden we voor, maar dit komt goed. Ja, komt goed. Oh ja, heb je een beroep wat je liever zou zijn dan voetballen? Ik denk het eigenlijk niet, maar... Niks. Oh, mag ik dan een vraag stellen van mezelf? Zou je het bijvoorbeeld leuk vinden om professionele gamer te zijn? Als je daarmee je geld zou kunnen verdienen gewoon. Zou je dat een goed alternatief vinden? Ja, zeker. Dat of snap padellen. Ik. Padellen? Vind ik ook echt leuk. Ja. Dan kom een keer padellen dan. Ja, dan, ik vind het goed. Kan je dat goed ook? Ja, ik kan wel goed padellen. Ah, let's go. En jouw conditie is waarschijnlijk nog net wat beter dan die van mij. Dat denk ik wel, ja. Nee, ik heb wel echt oprecht hele goede conditie. Maar jij hebt natuurlijk echt lange conditie. Oh, dit heb ik al. Goeie. Maar ik heb niet de conditie om 9 minuten lang te spelen. Ben je nu helemaal fit trouwens? Voor het begin van het seizoen? Ja, zeker. Lekker, helemaal bro. Fit. Kijk, dat is goed. Ja, want laatst had ik het met Jason over wat hij nou eigenlijk doet op vakantie. En eigenlijk de helft van de tijd ben jij bezig met trainen alsnog. En de helft van de tijd ben je aan het genieten, toch? Ja, gewoon aan het genieten. Ook lekker gewoon lekker eten. Ja, lekker man. Goeie goal. Ja, die chemistry is er bij ons, mensen. Zal ik faken? Of fake, ja, jij? Fake jij. Ik fake wel. Ga pas. Recht. Is goed. Komt hij over de grond naar jou toe? Jij naar mij terug? Jason, bro. Jullie zien het.
paasplit. Een paasplit, hè? Man, oh, ik vergeet die vraag steeds. Even kijken, welke vraag. Hoe lang moest je individueel trainen voordat je prof ging? Zeg maar, ging je veel trainen buiten de trainingen zelf om, zeg maar? Jawel, elke dag wel. Lekker, man. Deze gaan we sowieso winnen, bro. Tweede potje. En we zijn lekker bezig. En we hadden het net over, zeg maar, hoe vaak je bezig bent met voetbal. Ja, natuurlijk elke dag. En dat is in Rocket League eigenlijk ook zo. Als je goed in iets wil worden, moet je letterlijk elke dag doen. Nee, elke dag trainen. Ik heb even een foutje gemaakt, hier. Klopt. Ja, en natuurlijk is game echt een stukje makkelijker dan professioneel voetballer zijn. Fysiek in ieder geval. Ik denk dat mentaal is het tussen een professionele Rocket League speler en een voetbalspeler is het wel ongeveer gelijk. Gewoon qua druk en zo die je natuurlijk op je hebt als... Ja. Ja, dat geloof ik best, ja. Ja, ik ben natuurlijk geen pro, maar ik weet van echte pro's is het best wel ook gewoon vergelijkbaar. Ja, want we zijn er ook de hele dag mee bezig. Ja, man. En het is, weet je wat het is? Net zoals dat in voetbal moet je jezelf bewijzen en gewoon laten zien. Dat is net zo goed daar zo, weet je. Als je gewoon geen goals maakt en je wint geen potjes op Rocket League e-sport, dan ga je ook geen goed team krijgen, weet je. Dat is gewoon hoe het is. Maar echt zo. Over de mee? Gratis goal, spitse goal. Let's go. Heerlijk, man. Oh ja, even een vraag. Ik moet niet vergeten dit. Hoe ben je op het idee begonnen om te beginnen met voetbal? Nou, je hebt volgens mij echt een voetbalfamilie, of niet? Ja, iedereen houdt wel echt van voetbal binnen mijn familie. Jouw vader is ook gewoon voetballer geweest, toch? Ja, mijn vader is ook voetballer geweest. Ja, man. Maar die vond met vrienden ook heel leuk, dus... Kijk. Dus je bent letterlijk gewoon opgegroeid met voetbal eigenlijk? Ja, altijd met voetbal bezig geweest. Ja, lekker, man. Dan rol je er ook gewoon zo in. Ja, dat is het, hè. Dan word je eigenlijk letterlijk gewoon een soort van... Hoe zeg je dat? Niet gemaakt als voetballer, maar je snapt wel wat ik bedoel, toch? Omdat je gewoon zoveel ermee bezig bent. Ja, ik kan vertellen, dat had ik eerst ook met voetbal. Ik was elke dag aan het voetballen en toen kwam mijn gamefase. En nu ben ik geprogrammeerd gamer, zeg maar, in plaats van voetballer. Maar goed. Ja, ook leuk. Ook leuk, maar ik had het liefst voetballer willen zijn, denk ik. Al ben ik ook wel blij met dit natuurlijk hoor, mensen. Ik bedoel, game is ook heel leuk. Maar voetbal is gewoon echt een jongensdroom voor heel veel mensen. Ja, dat is echt niet normaal. Oh, my bad. Zo, ze worden boos. Ze worden heel boos, ja. Ik moet een vraag stellen. Even kijken. Wat de redding, zeggen ze. Ah, dat krijgen ze nog wel terug zometeen. Wat is jouw idool in voetbal? Zeg maar, welke speler vind jij echt? Voor mij Cristiano Ronaldo. Ja? Ja. Speed gaat blij met jou zijn. Naar jou trouwens? Oh, die heb ik niet meer. Dat is een goede paas, let op. Kijk, let's go. Kijk je in Speed trouwens of niet? Ja, tuurlijk. Hij is te grappig. Ja, man. Oké. Okay. Fake man. Is goed? Wat is de beste verdediger waar je... Oh, ik kan gewoon schieten. Wat is de beste verdediger waar je ooit tegen hebt gespeeld? Ja, toen ik bij Almere City speelde ik ook tegen PSV. En ik vond Boskakli wel een van de beste verdedigers. Eigenlijk tegen je eigen clubje dus? Ja. Ja, waar groot deel is begonnen eigenlijk. Ja. Ja, dat is vet, man. Ja, was hij moeilijk om tegen te spelen? Ja, hij is gewoon zo technisch. En vaak zie je dat de verdediger niet zo technisch is. Dus dat was wel soms lastig. Dus hij kon zeg maar, gewoon veel met de bal doen als hij hem zelf ook had. Gewoon, Ja, man. Hop, demo. Heb je gescoord. Nice, lekker, bro. En we zitten te slopen hier. Even kijken, vragenlijst pak ik er weer bij. We moeten veel vragen stellen vandaag. Oké, die vraag ga ik niet stellen. Ik wil vragen of je de Gritty wil doen. Oké, volgende potje gelijk. Nee, dat gaat Jason niet doen. Misschien ooit een andere celebration kan, maar dan moet iemand met iets leuks komen. Ja, dan kan het wel. Ben je eigenlijk van de celebrations of niet? Nou, niet echt, maar als je gewoon in die emotie zit, als je echt die goal nodig had, en dan komt er wel soms een celebration uit, ja. Kijk, ik zou echt niet weten wat mijn celebrations zijn, man. Heb je nou vast iets eigenlijk? Nee, hè? Nee, niet echt. Laat het altijd allemaal afkomen. Precies. Ja, dat is het ook, denk ik. Dat heb ik ook wel, als je dan ben je op dat moment zo blij dat het eigenlijk gewoon vanzelf gaat, zoiets. Hij pakt alle boost, die andere. Ja, dan... soms gaat het gewoon echt vanzelf. Ja, hè? Oh. Dat doet hij netjes, deze guy. Oh, en dat doe ik niet netjes. Ik pump je even weg. Oh, hij gaat gewoon nog. Rare guy. Ik heb helemaal nul. Ze zijn echt heel veel boost aan het stelen, inderdaad. Nee! Jammer. Ik mag tenminste weer een vraag stellen. Ik had allebei aan de... Ik hoorde jou niet, bro. Pakt hij je boost? Ik had nul boost. Ja, man. Wat is de mooiste goal die je ooit hebt gemaakt? Is die vrije traplaats een van de mooiere? Ja, moet ook, zo. Ook. Ja. Maar niet je allermooiste, denk ik. Nee, maar die zat er wel echt lekker in. Ja, bro. Ja, man. Dat is echt... Wat is je mooiste, denk je? Of weet je dat? Zo is het maar 1, 2, 3? Ja, ik denk welke jou laatst gebruikt was op de video. Dat was ja. Dat je zo echt van ver kwam en zo over de keeper heen. Ja, maar ik denk deze qua dode speelmomenten, dat was dit wel een van de mooiste. Sowieso. Dode speelmomenten is vanuit vrije trap penalty of zo, ja, toch? Ja, dat ja. Ik vind wel dat we alles moeten winnen als jij een shirtje weggeeft, bro. Dus we...
Ja, we gaan het ook even winnen. Oh ja, trouwens mensen, dat is ook wel leuk. Voor de mensen die het willen, ik ga dat pakketje Jason stuurt het shirt naar mij op. Voor de mensen die het willen, kan ik het shirt ook nog signeren of iets anders signeren. Want het shirt moet natuurlijk gewoon mooi blijven. Dan kan je een handtekening van mij bijzetten. What the fuck? Iemand vraagt, wil je ook in mijn ballen trappen? Oké dan. Wat is je droomclub, vraagt iemand. Nou, je bent eigenlijk nu al wel, zeg maar, gewoon de juiste stappen heb je begaan, denk ik. Ja, maar mijn droomclub is Real Madrid. Ja? Goeie man, bro. Ja, dat snap ik ook wel. Ik zie nog een vraag, dat vind ik ook wel leuk. Ik denk eigenlijk niet dat jij je antwoord op gaat geven, namelijk. Maar welke hoek schiet je als je een penalty neemt? Vaak links. Vaak links. Hij moet even nonchalant blijven. Hij mag het niet zeggen natuurlijk. Nee, dat snap ik wel. Dat zou dom zijn als je dat zegt. Eigenlijk is dat ook terug te kijken. Gewoon, ja. Doe je dat eigenlijk? Alle keepers kijken wel beelden ook van. Precies. Ze weten dat ik de penalty nemer ben, dan kijken ze wel beelden waar ik heb geschoten. Ben je eigenlijk penalty nemer nu? Ja, weet ik eigenlijk niet. Hoor dat vandaag denk ik. Oké. Normaal gesproken wel. Kijk, ja, penalties ben je ook wel goed in, hè? Ja, met een goal. Heb je wel eens een penalty echt zwaar overgeschoten? Hij gaat niet op? Zwaar over. Oh, maar wel een keer misgeschoten. Ja? Een keertje. Ja. Eén keer misgeschoten. Ja, penalties zijn, ze lijken zo makkelijk, maar ze zijn echt mentaal. Ja, mentaal en de druk. Ja, man. Over penalties gesproken. Laatst was er een penalty-serie van Ajax die echt abnormaal was. Gewoon 16 nog, toch? Ja, 17 penalties bij de ploegen. 34 in totaal. Zo, niet normaal. Ja man, zou jij, dit is wel een leuke vraag, dit heb ik ook zelf bedacht. Zou jij net zoals de Anton Guy, zou jij die winnende penalty dan durven te nemen, zeg maar? Jawel. Ja? Juist wel, dat is mooi. Dat is, dat is het allermooiste, hè? En dan moet je wel ijskoud zijn op zo'n moment. Goeie. Oh, we staan achter trouwens. Kijk, komt ie. Tijd. Even pieken. Even pieken inderdaad. Maar zij pieken ook, want ze gaan allebei op voor die bal alsof het hun bal is. Dit is ook goed, hij heeft de bal niet namelijk. Over hem heen. Jij nu? Nice, lekker Jason bro. Goeie paas. Lekker man. Oké, vraagje, even kijken. Oké, dit is echt een hele makkelijke vraag. Like, hoe is het om profvoetballer te zijn? Dit kan ik ook al zeggen. Nee, dit is gewoon echt fantastisch, maar soms is het ook wel echt zwaar. Oh ja, oké, dat is natuurlijk wel goed om te vermelden. Ja. Ik wou zeggen, het is natuurlijk heel leuk, maar het heeft ook zware kanten. Tuurlijk. Zo, wat een safe. Ik denk dat het allerzwaarste is nog ineens het fysieke gedeelte, toch? Het is gewoon vooral ook... Nee, ook... mentaal gewoon. Ja, hè? Ja, want dat snap ik heel goed. Trouwens, wij zijn één ding vergeten, Jason. Wij zouden nog een potje met iemand spelen uit de comments. Dus we maken er gewoon twee giveaways van. Mensen, abonneer op mijn kanaal. Doe het via blauwe duimpje omhoog. En dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Hoezo wil ik jullie bedanken voor het kijken? Het is overtime. Wat is dit? Maar in ieder geval, jullie weten de stappen nu. Sowieso abonneer op mijn kanaal en Jason en ik volgen op Insta. Want dan maken jullie kans om een potje te spelen en op een gesigneerd shirt. Maar hey, jullie voor onze Insta pas checken na de video. Want wij gaan nog winnen. Bro, ik dacht oprecht dat we hadden gewonnen al. Nee. Het is in ieder geval goed dat we zelfvertrouwen hebben nu. Shit, kaart. Ja, maar bro. Dutch? Oh, allebei. Jij? Jij maakt de winnende, bro. Je doet het, Jason. Doe het, Jason. Ja! Kijk, bro. Hey, dankjewel voor het meedoen, hoor. Ik vond het weer gezellig. Altijd gezond. Kunnen jullie alle stappen weten, wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer nog even op mijn kanaal. En als je nou nog een leuke video wil kijken, klik op de video die nu in beeld staat.